Vrijdag 9 november vindt hier in Café de Manen het Prinsenbal plaats, waar de Prins Carnaval gekozen zal worden. Kunt u daar wat meer over vertellen? Wij zijn een carnavalsvereniging die bestaat al 36 jaar. En elk jaar wordt de nieuwe prins gekozen. Nou, we hebben diverse sponsors. In dit geval is het Café de Manen die het Prinsenbal mede organiseert. En dat wordt door de burgemeester of de lokale burgemeester, in dit geval de lokale burgemeester Herman Raad, wordt de nieuwe prins van het Turvengat, zoals het straks gaat heten, als de sleutel wordt overhandigd door de wethouder. En dat doen we elk jaar. En dat is hartstikke gezellig. Wat gaat er aan vooraf voordat de Prins Carnaval gekozen wordt? Heel veel zaken. Je moet weer nieuwe sponsors zien te vinden. En elk jaar blijven de sponsors gelukkig wel bij ons, want ze zien daar wel het profijt ervan in. Er moet een prins gekozen worden, dat doet het bestuur dan. Die kiest een prins uit en die moet wel aan een aantal zaken voldoen. Hij moet goed aanspreekbaar zijn, moet een goed voorkomen hebben. En het moet wat te maken hebben met de gemeente Amstelveen. En dan op het vorstendiner, dat is aanstaande vrijdag, wordt hij voorgebracht door de oud-vorsten, dus er komen alle oud-prinsen van de afgelopen 36 jaar, niet allemaal, komen dan bij elkaar. En dat is een soort ballotagecommissie. En dan gaan we een aantal vragen stellen. En dan wordt de prins bekendgemaakt, door ons dan, door de voorzitter van ons, van onze vereniging. En dan wordt hij volgende week zaterdag, op 9 november, wordt hij gepresenteerd aan het publiek van Amstelveen. Hoe is de carnavalstraditie hier in Amstelveen? We kennen het allemaal uit het zuiden, maar hoe is dat hier boven de rivieren? Ja, dat is een groot verschil natuurlijk met het zuiden. Daar heb je heel veel carnavalsverenigingen en daar doet een hele stad mee. Denk aan de Bos, dat wordt dan omgedompt naar Oeterdonk. Ja, dat doet de hele stad mee. Dat is hier wat minder. Maar we hebben altijd, elk jaar hebben we feesten en die zijn goed bezocht. En mensen zijn ook dan verkleed naar aanleiding van het motto. En dat is heel goed.